Welkom in deze Mindful Bewegingsserie om jouw energie te laten stromen en je gewrichten los te maken. Je staat rechtop en brengt jouw gewicht naar je linkervoet. Start met de rechtervoet met rondjes te draaien met je enkels. In de ene richting en in de andere. En dan even jouw tenen naar jou toe trekken op een uitademing. En de tenen van jou afbewegen op de inademing. En dan je kniegewricht losmaken. Door je bovenbeen stil te houden en je onderbeen rond te draaien. Misschien inademen en één cirkel maken. En uitademen en de volgende cirkel bewegen. En ook de andere richting. En nu je heupgewricht openen. Door je bovenbeen mee te draaien in je heupkom. Eerst in klokwijzerszin. En in de andere richting. En dan je rechtervoet bewust neerplaatsen op de grond. En cirkeltjes draaien met je linkerhiel. De linker enkel. En dan op een uitademing de tenen naar je toe trekken. En op een inademing de tenen van je afduwen. Op jouw ademhalingstempo. Elke beweging vloeiend herhalen. En opnieuw je kniegewricht losmaken. Door je linker onderbeen te roteren in je kniekom. Naar de ene kant. En de andere kant. En dan het heupgewricht losmaken aan de linkerkant. En veranderen van richting. Misschien één ronde inademen en de volgende ronde uitademen. En dan beide voeten op de mat plaatsen en de handen zijwaarts opstretchen op je inademing tot boven je hoofd de vingers verstrengelen. En dan achterwaarts buigen waarbij je bekken naar voren komt. En je bekken naar achteren kantelen en voorwaarts buigen met gestrekte rug. De handen landen eender waar. Misschien bij de benen, misschien op de grond. En je dan werveltje per wervel weer oprollen. Inademen en de rechterarm boven je uitstrekken. En uitademen terwijl je doorbuigt naar links. Het is een zijwaartse beweging. Inademen en je komt weer omhoog. En uitademen en doorbuigen naar rechts. Het is een zijwaartse buiging, dus zorg ervoor dat je niet voorwaarts neigt. Telkens weer inademen en omhoog komen. En uitademen en doorbuigen naar links. Voel de stretch in de rechterflank en de rechterheup. Inademen beide armen boven en uitademen doorbuigen naar rechts. Voel de stretch in de linkerflank en de linkerheup. Beide vingers boven je hoofd verstrengelen. Inademen en op de tenen komen staan. Zoek jouw evenwicht. Focus op een punt voor je, op de grond. Uitademen en de armen en hielen neerwaarts laten zakken. Nu de benen spreiden op heupafstand, of iets breder. En je heupen van links naar rechts bewegen, waarbij je ruggengraat mooi lang blijft. Dus de heup gaat naar links, je hoofd naar rechts en omgekeerd. Stretch voelen in je heupen of in je flanken. Misschien inademen naar links en uitademen naar rechts. En niets forceren. Misschien een nog iets wijdere spreidstand nemen. Voor een zachte twist met je bovenlichaam die van links naar rechts draait. Je hoofd en je schouders bewegen mee met je ruggengraat. Je armen en je handen zijn los en ontspannen. Als je naar links draait, de rechterhiel opwaarts richten. De stretch in de rechterflank voelen, in de lies en de heup. Als je naar rechts draait, de linkerhiel oprichten. En een diepere stretch voelen in de rechterlies en heup.
Blijven ademen en tot rust komen. En ga zitten met je voeten plat op de grond, bekken gekanteld in een neutrale positie. De handen op je knieën plaatsen en inademen en van je staartbeen wervel per wervel je rug uithollen. Zachtjes omhoog kijken, niet te hoog. En op je uitademing vanaf je staartbeentje de rug bol maken. Waarbij de kin naar de borst toe zakt. En deze neerwaartse zittende kat-koe-beweging herhalen voor jouzelf. Inademend terug uithollen. En uitademend de rug bol maken. En ruimte tussen je schouderbladen creëren. Je aandacht is bij de sensaties in je rug. En de handen nu iets meer naar je heupen brengen, op de bovenbenen, en dezelfde beweging herhalen. En voel hoe je misschien een andere sensatie voelt in je rug. Je zo bewust worden van kleine verschillen in jouw lichamelijke gevoelens. Tot rust komen voor een twist. Je rug helemaal lang maken op de inademing. Je zitbeentje stevig in de stoel verankerd voor een twist naar links. En misschien rust jouw linkerhand op de stoelleuning achter jou. Je rechterhand op je linkerbel. En op de uitademing van onder je ruggengraat een spiraalbeweging voorstellen opwaarts naar je nek. Schouders zijn laag, je borst is geopend. Terugdraaien naar het midden. Draaien naar rechts. Misschien rust je rechterhand op de leuning achter jou. Je linkerhand op je rechterbil. En op elke inademing je ruggengraat langer maken. Alsof er een touwtje je hoofd naar boven trekt. Op elke uitademing de schouders nog meer laten zakken. Op de inademing dan zachtjes terugdraaien van onderen tot aan de nekwervels. En zachtjes je armen opwaarts richten en spreiden langs je lichaam. En inademen, de armen spreiden en uitademen met de vingertoppen de schouders aantikken. En inademen en de ellebogen staan voor de borst. En uitademen en de ellebogen spreiden. Schouderbladen bewegen naar elkaar toe. Herhalen op jouw ademhalingstempo. En dan spiraalvormige bewegingen maken met je ellebogen, terwijl de vingers op de schouders blijven rusten. En zo je schouderkoppen helemaal opendraaien. Eerst achterwaarts. Misschien inademen en opwaarts draaien, uitademen en neerwaarts draaien. Dan voel hoe je schouders zich openen. Voel jouw grenzen. Misschien heb jij behoefte aan een iets zachtere of kleinere variant. En hetzelfde herhalen, maar waarbij je ellebogen naar voren toe bewegen. Inademen en opwaarts, uitademen en neerwaarts. En op een inademing de schouders oprichten naar de oren toe. En op de uitademing in één zucht loslaten. Misschien wil je dat zelfs iets sneller doen, waarbij je niet meer jouw ademhalingstempo volgt. Maak jouw keuze waar jij nu behoefte aan hebt. En op de uitademing je kin langzaam in de richting van je borst laten bewegen. En inademend je hoofd langzaam oprichten. Ga niet te ver. Respecteer jouw nek. Dit herhalen op jouw tempo.
gewaar worden van de sensaties in je nek of je schouders. En nu tot stilstand komen en op de uitademing linkeroor in de richting van linkerschouder bewegen. Inademend rechtop komen en uitademend rechteroor richting rechterschouder bewegen. En zorg ervoor dat de borst geopend is en dat de schouders naar achteren en naar beneden rusten. En vanuit die opgerichte houding krijg je een andere sensatie in de schouders en in het hoofd. En nu misschien cirkeltjes rollen als dat goed aanvoelt voor jou. De cirkels zo groot of zo klein mogelijk als wat jij nu behoefte aan hebt, zonder pijn. Als je spanning voelt, dan stop je eventjes en ga je in die spanning gaan ademen. Met je adem het gebied als het ware omarmen en op de uitademing loslaten en verzachten. Misschien ook cirkeltjes draaien met het hoofd in de andere richting. De schouders blijven ontspannen en naar achteren, de borst blijft geopend. En dan gaan we hetzelfde doen. Maar nu gaan we een beweging maken met de schedel, heel klein. Uitademen. Die schedel draait zachtjes naar links. Inademen in het midden. En uitademen, die schedel draait naar rechts. Jouw tempo. Maar nu een op en neer gaan de beweging met de schedel maken. Inademend, het schedeltje draait langzaam opwaarts. En uitademend, kantelt je schedel naar voren. En ook die kleine draaibeweging nu maken met de schedel in de ene richting en in de andere richting. En tot rust komen. En op de volgende inademing de armen voor je uitstrekken en uitademend de armen laten zakken. Herhalen op jouw ademhalingsritme. Laat je adem de beweging leiden, niet andersom. En de armen voor je uitstrekken, maar met de palmen naar boven gericht. Uitademend de schouders aantikken met je vingers. En inademend de armen weer openen voor je. Herhalen. Voel wat er in je schouders gebeurt. Zijn ontspannen laag naar achteren. En nu beëindigen en de polsen losmaken terwijl de handen voor je uitgestrekt zijn. In de ene richting en in de andere richting. Dan je handen losschudden. Dat is een heel gunstige beweging als je veel op de computer werkt. Waar zijn die handjes? Denk maar aan Reggie. En schud je handen helemaal los. En laat je armen weer spreiden en losmakende bewegingen maken met je ellebogen. Waarbij de onderarm roteert in het elleboogwricht. En in de andere richting. En beëindigen. Deze Mindful Bewegingsserie voor vandaag zit erop. Dankjewel. Ik wens je een prettige dag toe.